Yo, beste volgers van visstekje.nl. Het is al bijna weer een week geleden. Het is een week geleden dat er weer een nieuwe video online is gekomen van ons. En dat heeft natuurlijk een duidelijke reden. Sommigen weten het al, sommigen nog niet. Maar afgelopen dinsdag kregen we te horen dat ik vader ga worden van een tweeling. En dat moest wel even bezinken. Wil je er meer over weten, wil je zien van de echo? Hier ergens bovenin komt zo'n grijs balkje te staan met een linkje naar de complete vlog daarvan. Maar ik heb nu eindelijk even tijd vrij kunnen maken om even een uurtje naar het water te gaan. Mijn gedachten te verzetten, even alles op een rijtje te zetten. Ik heb wel gewoon twee keer de kans gehad om te voeren. Ondanks dat we nu waarschijnlijk in de koudste dag van het jaar zitten. Als het goed is het geluid van de camera ook een stuk beter. Er zit een mini windshield op de luidspreker microfoon van mijn camera. Dus als het goed is het geluid ook goed. Dus ik ga zo mee. Ik heb alleen een penningeltje bij me. Ik heb niet veel tijd, want ik moet de kinderen op bed maken. En de Vera die is s'avonds, vanaf smiddags 3 uur, gewoon hartstikke broed en moe. Maar ja, het gaat nu ook 2 keer zo snel met de tweeling. Maar even een korte vraag van een kijker van onze video. Die vroeg met wat voor montage ik zit te vissen. Ik zet even de camera zo neer dat je het een beetje kunt zien. Het is echt heel simpel. Ik zal het ook in de beschrijving zetten. Maar ik heb een heel simpel dobbertje. Dat is dus net geen 1 gram, 0,75 gram. Nou, die zit gewoon met twee rubbertjes op de lijn. Vervolgens heb ik het merendeel van het lood op 50 centimeter van de haak. Dus het zorgt ervoor dat de dobber net niet zinkt. Nou, dan komt er een verklikkenloodje. Dit is het laatste loodje. Die zit op 10 tot 15 centimeter van de haak. Die zorgt ervoor dat het de hele montage zo zinkt. En dan gevolgd door een klauwenhaakje. In dit geval heb ik voor de Chorri gekozen. Chorri maatje 8. Die zijn, vind ik toch iets beter. Nou, en dat is eigenlijk de hele montage waar ik mee vis. Ik heb nu een 30-honderdste hoofdlijn, omdat ik hier veel obstakels heb. Onder in de kant boomwortels, palen, ladies, mosseltjes. Dus ik neem het zekere voor het onzekere daarmee. Ik neem geen risico om een mooie vis op het kanaal te verspelen, want je weet nooit wat je eraan krijgt. Een verrassing van 20 kilo of meer is zeker mogelijk. Dus ja. Dus dat is er aan de hand. Nou, ik ga even uitpeilen, want er bestaat nog een... op de diepte van Vianen. Dus ik ben erg benieuwd wat er nu op de stek. Ik heb vanmorgen rond 10:30 heb ik gevoerd. Dus het voer ligt er al een paar uur. Ik voer in eerste instantie niets bij. Ik ga het gewoon met een deze keer met een pelletje en een halve 12 mm boiling gaat hij op de stek. En dan gaan we het zien. Nou, ik ben zo bij jullie terug. Yo! En dikke brazen. Nou, het is een behoorlijke brazen die de mat vult. Ondanks het slechte weer, denk ik dat ik er toch blij mee moet zijn. Een enorme donkere. Dan haken we de bek af. Hij vult hem mat aardig. Eens even kijken. Een dikke knap. Dat was voor een brazen zelfs enorm sterk. Kijk. Ik kom natuurlijk voor de karper, jongens, dat weet je. Maar als je weinig tijd hebt, vader wordt van een tweeling, al 3 kinderen hebt, dan ben je blij met elke vis. Geloof mij. Nou, ik ga hem even terugzetten. Ik zie jullie zo. Yo. Nou, het was een enorm mooie brazen. Echt, als rechtgeaard brazenvisser ben ik daar enorm blij mee. Als karpenvisser iets minder. Waarom? Als ik een plek aanvoer, dan verwacht ik dat de eerste aanbeet altijd, hoop ik altijd dat de eerste aanbeet van een karper is. Nou, in dit geval niet zo. Dus waarschijnlijk worden de rest van de avond de brazems harken, lurken, trekken uit het water. Maar ja, ik ben... Dus al niet te min ben ik gewoon blij met de actie die ik krijg, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb weinig tijd. Mijn tijd wordt nog minder.
En dat, weet je, een beetje actie is altijd nog beter dan je afvragen waarom je geen actie krijgt. En dat je pas over een week weer kunt, toch? Dus ik heb mijn hengel er weer in gegooid. Ik denk niet dat er op deze ondiepe sterk nog veel actie achteraan komt. De ondiepe plaat is gauw verstoord. Over het algemeen. Maar aan de andere kant, die brazen zijn wel heel erg hardnekkig. Vaak als ze er dan zijn ze er ook met de hele familie, die kringen. Dus ik ga eens even kijken of ik nog eentje uit de familie kan zetten. En dan ben ik zo bij jullie terug. Yo. Nou mensen, het is helaas. Maar mijn vermoeden was deze keer wel correct. Eén klein tikje gehad op de pen. Haast niet te zien door de wind die toch aantrekt. En enorm, het is enorm fris. Het is nu 7 graden op het moment. Dus wat ik ga doen. Ik ga lekker naar huis. En dan voer ik zo nog een beetje bij. En dan eind van de week wordt het einde wat warmer. Hoop ik even weer wat tijd te pakken om 's avonds nog even een uurtje te pakken op de plek. Hopelijk zitten dan ook meer karper op de ondiepte. Brazen blijft gek genoeg wel hangen. Karper die zakt toch weer af naar het diepe water, schijnt het. Nou, ik hoop dat het geluid van de video nou deze keer een stuk beter was met de dead cat gemonteerd. Ik hoop dat het beeld ook nog steeds goed is. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Wij doen ons uiterste best om leuke vis gerelateerde, hengelsport gerelateerde vlogs te maken voor jullie. Ik maak ook dagelijkse vlogs, dat kun je zien in mijn persoonlijke YouTube kanaal. Op het eind van deze video zul je wel een linkje zien verschijnen. Rood bolletje, als je daarop klikt kom je op mijn persoonlijke YouTube kanaal. Daar komt elke dag een vlog online. Kijk ook eens naar de website van mijn broertje, westerwoldenatuur.nl. Een enorme toffe website met hele leuke foto's hier uit de omgeving. Zodat je een beetje een beeld krijgt welk voorrecht wij hebben waar we mogen vissen. Nou, het spijt me, ik kan jullie niet meer vis laten zien. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. De uitleg over de montage die ik gebruik. En dan zien we jullie volgende week terug, of zondag, bij een gloednieuwe visvlog. Yo!